Heel veel hoge pieken en één heel erg diep dal. Is dat eigenlijk hoe je jouw afgelopen 12 maanden zou kunnen omschrijven? Ja, dat klopt zeker. Het ging eigenlijk allemaal de goede kant op voor mij. En ja, met één vervelende blessure, dan begin je eigenlijk gewoon weer op nul. Dan moet je eigenlijk weer helemaal opnieuw beginnen. Om even met de pieken te beginnen. Je kreeg in de voorbereiding de kans bij het eerste elftal. Je scoorde een aantal keren op heel vrije wijze. Je maakte indruk, kreeg je contract, werd zelfs basisspeler uiteindelijk. Had je dat verwacht? Ja, ik had wel verwacht gewoon dat ik een goede voorbereiding zou draaien. Ik had heel hard getraind in de zomer. Ik heb er hard voor gewerkt en ja, dan liet ik het ook gewoon zien. Ik had eigenlijk de trainers en het bestuur had ik eigenlijk verrast met de manier waarop ik speelde. Waardoor ik al heel snel de kans kreeg in de basis. En daar liet ik het ook zien. Ja, want je hebt ook gewoon op twee posities bewees je uit de voeten te kunnen. Zowel links als centraal. Dat klopt. Vorig seizoen heb ik veel van mijn wedstrijden ook als centrale verdediger gespeeld bij Jong Sparta. En ja, ik wist gewoon dat ik het kon. Ik ben gewoon een speler die... Ik ben van nature een linksback. Maar ik kan mezelf ook gewoon redden op centraal in de verdediging. En als kerst op de taart was toen je debuut bij Curaçao. Was dat het hoogtepunt van het geheel? Ja, dat is samen met mijn debuut voor Sparta zijn dat wel echt de twee grootste hoogtepunten tot nu toe in mijn carrière. Ik was echt blij dat ik toen mocht invallen nog voor Curaçao. En ja, het was gewoon echt een lekker gevoel. Wist je dat je daar op het lijstje stond? Ja, ik wist wel dat de bondscoach me in de gaten hield. We hadden al vaker gesprekken gehad. Die vertelde gewoon dat wij eigenlijk de toekomst zijn van het eiland, van het voetbal op het eiland. En die geeft ook veel jongens de kans om zich te bewijzen, en waaronder mij dus. En na al die mooie momenten was daar het moment in die wedstrijd tegen Jong PSV, een minuut of 10 na rust. Wat gebeurde daar? Ja, het ging allemaal heel snel, maar ik wilde net een paas geven en ik stond op één been. En ik kreeg net een lichte duwtje van achter en mijn knie die knakte naar binnen. En het voelde een beetje alsof er elastiekjes losvlogen in mijn knie. En ja, een paar dagen later hoor je eigenlijk dat je je voorste kruisband helemaal hebt afgescheurd en dat je meniscus is beschadigd. Dus dat hakte er wel even in. Met die elastiekjes had je toen dus al meteen het idee, dit is echt behoorlijk fout? Ja, ik had het meteen door. Ik dacht, ik kan ook niet meer verder. Ik ging het ook niet eens meer proberen. Ik bleef gewoon liggen en ik wachtte op de medische staf. En toen, hoe heb je daarop gereageerd? Ja, het is... Ik ben gelukkig mentaal best wel gewoon een sterk persoon. Het was toen de dokter me belde met het slechte nieuws. Toen had ik mezelf 1 dag gegeven om te rouwen. En de volgende dag ging ik gelijk weer een plan van aanpak maken en proberen zo snel mogelijk weer terug te zijn. De knop ging meteen om? Ja, de knop ging meteen om. Was dat niet ergens, misschien wel mentaal sterk, maar was het niet alsnog heel lastig? Want je hebt jaren in deze opleiding gezeten, dan werk je hiervoor. En op het moment dat het eigenlijk allemaal gaat zoals je het heel graag wil hebben, krijg je dan dit bericht? Ja, tuurlijk is het mentaal zwaar. En natuurlijk heb je van die mindere dagen, maar daar moet je gewoon niet aan toegeven. Natuurlijk heb je van die dagen dat je dan net wat minder doet, maar dat moet je gewoon compenseren met die dagen dat je gewoon extra gaat geven. En dat je gewoon hard gaat. Je hebt 1 doel voor ogen en dat is gewoon fit worden en zoveel mogelijk wedstrijden weer gaan spelen. Ja, opgeven is voor mij geen optie. Waar ben je nu allemaal mee bezig in je revalidatie? Ja, in mijn revalidatie. Ik ben ook veel bezig met conditioneel trainen nu. Heel veel, ik mag lekker wenden, keren, een beetje... Heel af en toe mag ik ook wat met de bal doen. Veel op de loopband bezig. En dan, ja, dat is het eigenlijk. Met die bal doen, dat is wel waar je naar uit hebt gekeken, denk ik, aan het begin van je revalidatie. Dat een van de doelstellingen was, zo snel mogelijk. Ja, precies. Ik heb sowieso voor mezelf wat kleine doelstellingjes gezet. Zo van bijvoorbeeld op 1 kruk lopen, zonder krukken lopen, liggen joggen. Enzovoort. En ja, dat was inderdaad een van mijn doelstellingen. Zo blijf je jezelf uitdagen en ja, hou je er een beetje hoop in misschien precies, ook wel. Precies, zo hou je jezelf ook gewoon erbij. Je blijft jezelf herinneren dat je je doelstellingen moet halen. En tot nu toe loopt dat wel erg goed. Ik heb bijna geen tegenslagen gehad tot nu toe in mijn revalidatie. Ik zit nu op 5 maanden na mijn operatie. En het loopt eigenlijk allemaal, gaat het eigenlijk goed. 5 maanden erna, hoe lang is nu nog de prognose dat je eruit zal zijn? De prognose is 9 tot 12 maanden. In totaal dan uiteraard? In totaal, ja. En we hopen met 6 maanden weer een beetje het veld op te kunnen, een beetje te kunnen pielen met de bal.
samen met de fysio's. Dus jij hebt geen zomervakantie straks? Nee, ik heb geen zomervakantie. Maar dat is het minste van je zorgen volgens mij? Nee, dat vind ik helemaal niet erg. Het is allemaal voor mezelf. Maar in die zomervakantie die er niet gaat zijn en in de voorbereiding op het nieuwe seizoen die voor jou anders gaat verlopen, staat er ook privé nog wel wat te gebeuren? Ja, tuurlijk. Ik heb privé goed nieuws gehad. Ik krijg een dochter en die staat uitgerekend om op 1 augustus op de wereld te komen. Dus daar kijk ik wel heel erg naar uit. Ik kan eigenlijk niet wachten. Is dat ook iets wat je, daarmee was je natuurlijk afgeleid, dat ze vraagt ook aandacht van je, dat dat ook misschien wel geholpen heeft in die revalidatieperiode? Ja, tuurlijk. Op het moment dat ik hoorde dat mijn vriendin zwanger was, was het eigenlijk een extra motivatie. Je wilt natuurlijk niet opgeven, je blijft aan je kind denken, je moet je kind een goed leven kunnen geven en dit is de manier waarop ik dat wil gaan doen. Want dat hoorde je nadat je al geblesseerd was? Ja, dat hoorde ik denk 2 maanden nadat ik geblesseerd was. Ik kwam er redelijk laat achter eigenlijk. Maar ja, het is alleen maar motivatie voor mij om juist door te gaan, nooit op te geven. En gewoon al mijn doelstellingen halen wat ik eigenlijk wil halen.